Wij gaan op een adres op Friedrichshoek, dus bij mevrouw Rashida Mora, alwaar wij de situatie bekijken van deze vrouw en haar 5 kinderen. Dit gezin moet in de auto slapen wanneer het regent, want ze krijgen water in huis. Hun woning en leefomgeving is zo vies dat het mensonterend genoemd kan worden. Van een goed ingerichte toiletruimte met de juiste sanitaire voorzieningen is er helemaal geen sprake. Muskieten en ratten kunnen ze niet buiten de deur houden. Een zoon van 11 jaar is zelfs door die situatie komen te overlijden. Mijn moeder heeft wat onder water. Kan je me helpen? Mevrouw Mora heeft overal hulp gezocht, maar die bleef uit en het kan zo niet door. U zult schrikken van wat u ziet in de volgende reportage hierover. Sarilai, problemalai, beshi sepsa, tevedra elukulon tuwi. Sarilai, problemalai, beshi sepsa, tevedra elukulon tuwi. Mijn moeder heeft wat onder water. Kan je me helpen? Problemen, wij hebben de morfine wang. De body wang, zo is ze. We bevinden ons aan de Martinaweg. Dat is in de wijk Friedrichshoop. Thuis bij mevrouw Rashida Mora. Ze heeft ons uitgenodigd om haar situatie te komen bekijken en dat met de gemeenschap te delen. Ze is op zoek naar hulp. Mevrouw Rashida, we komen hier op een erf dat eigenlijk zeer onhygiënisch is. Het ziet er niet mooi uit. U gaat ons vertellen hoe het zit met uw situatie. Ja, dus omtrent mijn situatie. Is hoe u ziet dat water overlast. We zijn ook zoveel keren naar over. Stilstaand water, het water stroomt niet. Ja, stilstaand water. Ik bedoel op het erf, maar in mijn huis ook. In mijn huis waardoor ik in de auto slaap met mijn kinderen. En ja, we kunnen het gewoon niet aan. U slaapt in de auto? Jawel, met mijn kinderen. Hoeveel kinderen hebt u? Ik had 6, 1 is overleden vorig jaar. Ik heb dan 5. Ja. En dan vraagt zich af, en waar is de vader dan? Ja, dus de vader is er niet. En, eigenlijk is het dat die... Je moet het alleen doen? Ja, dus ik heb die relatie dan beëindigd, want ik kon het gewoon niet meer. Dus het ging gewoon... Hoe zit het met de zorg van die kinderen? Verzorgt hij de kinderen? Nee. Dus... Je hebt met hem al de 6 kinderen? Dus 5. Ik heb 5 met hem. Maakt niet uit, hij heeft met hem 5. Hij zou u moeten steunen. Dus eigenlijk is het dan 4. Want, Ene is overleden. Ene is overleden. Okay, om terug te komen naar uw huidige situatie. Ja, je vraagt jezelf af, hoe woont iemand zo? Want zo kan je niet wonen. Dit is geen prettige leefomgeving. Ja, dus hierin hebben we, laat zeggen, 2-3 jaar geleefd op zo'n situatie. Het was wel erg, maar nu is het veel te veel erger dan... Het waterstroom die weg. Wat heeft u allemaal kunnen doen om dus te proberen het water weg te laten stromen? Wel, we maken. Dus eigenlijk, dat water, als ik zo mag beginnen, dat water moet eigenlijk dan naar voren stromen. Toch? En dus alles stroomt naar achteren, en waardoor ons erf, dus dit erf, een soort van afvoer wordt. Dus die ontwatering is niet goed geregeld? Nee. Dus ook van de voorste weg hoor, komt ook naar hier. Dus waardoor... Dit is een eigendomsperceel?
Nee, het is geen eigendomsperceel. Het is van een oom van me. Het is van een neef van mijn vader. Had ons, geholpen met de woning. Want we hadden geen vaste woonplaats. Okay. Mijn vraag zich af, maar hoe zit het met de verzorging van u en uw kinderen? Werkt u? Ja, ik werk. Ja, we doen ons best. Het lukt niet helemaal, maar wat. U zit bij de overheid, heb ik begrepen, maar dat is nog lang niet genoeg om u en de 5 kinderen te verzorgen. Nee, het is helemaal niet genoeg. Ik bedoel van wanneer... Heb je gevraagd naar de koopkracht, versterking? Naar... Ja. En dat krijgt u? Jawel. Ja, dus en dan dat... nog is het niet genoeg sowieso voor om u... Precies. Dus dat is nog helemaal niet genoeg, want ik bedoel van wanneer je leeft, ik bedoel met die kinderen, kijk, zie je dingen... toch die je graag wil kopen voor je kinderen, want ze kunnen niet lopen zonder een slipper of een trui, of dat kan je het niet permitteren. En met al die verzorging gaat zeer moeilijk. Het verzorging gaat zeer moeilijk. En dan, nog, en dan uw woningssituatie. Je slaapt met die auto, met die kinderen in de auto. Ja, dus ik slaap in de auto met mijn kinderen. Hoe doet u uw behoefte dan? Ja, als niet. Hier is... Het is gewoon niet goed. Nee, wat kunnen we doen? Hier is niet van ons. Dat we steun kunnen zoeken ergens dat we het beter konden doen. Maar u zoekt een andere plek om te wonen met uw kinderen? Dat is de bedoeling juist. Dus dat ik... dat we gewoon niet meer hier kunnen leven, want het wordt dan steeds erger. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Maar met het salaris dat u krijgt, maandelijks, en nog de steun, en nog de kinderen erbij, ja, een huis huren. We weten wat de prijzen zijn. Dus vandaar dat ik die stap helemaal niet kan maken. U kunt het niet permitteren, maar u kunt niet blijven wonen in een slapen in een auto. Dus vandaar dat ik hulp zoek overal. Ik zet mijn naam overal. Ik heb mijn moeite gemaakt. Ik heb mijn best gedaan om mijn naam overal te zetten voor alles dan perceel. Ik heb gehoord van dat er een plek is waar ze moeders opnemen. Een soort van opvanghuis. Ik weet niet wat het is, maar zoiets. Maar u heeft nog 4 kinderen bij u, dus dat zal... Het is zwaar. Zal het zwaar zijn. Het is zwaar. Het is zwaar, dus voor mij kan het zou het beter zijn. Zou het echt goed zijn als we bij wijze van praten van zelfs vandaag. Zo graag dat ik eruit wil. Mevrouw Rashida, u hebt ons verteld dat u een zoon hebt verloren, eigenlijk door deze situatie. Een zoon van 11, 12 jaar, no? Ja, 11 tot 12 jaar, want hij was 11 en is dan jarig geworden, dus ja. Wat is er allemaal zo met hem gebeurd? Wel, ik geloof dit situatie, dus dit alles, ik bedoel, dat van die vader ook erbij, als ik dat mag zeggen. Dus, weet je, te veel ruzie, dat water, omstandigheden, dus al dit soort dingen. Dus vandaar. Er is een broedplaats van vliegen, muskieten, dengue, reptielen, ratten. Mm-hmm. Ja. Hier loop je makkelijk ziekte van wijl op. Precies. Vertel ons dat u eigenlijk wordt geterroriseerd door ratten. Ja. Omdat hoe we dan in de auto slapen. Dan ben ik gisteren... De gelegenheid om verhuisd te houden. Precies. Dus
Dus toen ik vandaag zelfs in mijn klerenkast ben gegaan, wil ik gewoon huilen van wat ik zie dat ze doen. Vernietigen, vernieling, ziekte of niet alleen ziekte van wel, maar vernieling. Verschrikkelijk veel vernieling. Dat is een krabdag, kon je niet jari, man? Ja, er is krabdag. Ja. Niet goed voor u, niet voor die kinderen. Dus vandaar dat ik eigenlijk deze hulp zoek. Ik vraag de gemeenschap om hulp. Ik bedoel van... Ik heb begrepen dat u al een tijdje aanvraag heeft gedaan voor een stuk grond, voor een perceel. Jaren. Hoe gaat dat? Jaren dat ik dit doe, sedert die vorige regering. Deze regering ook. Ik zit niet. Ik ben constant bezig. Constant ben ik bezig uittreksel en nationaliteitsverklaring te gaan halen. Maar ook alweer hetzelfde te registreren. Je krijgt het gevoel dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd? Ja, ja, ja. Autoriteiten, mensen van grondbeheer, de minister, mevrouw Dinota Forswijk, kijkt u even weer naar het stuk van mevrouw Rashida Mora? Want ze heeft ook online geregistreerd, heb ik begrepen? Ja, online geregistreerd. Ik ben persoonlijk naar daar gegaan. Ik heb mijn stukken ingediend met mijn telefoonnummer erbij. Alles heb ik gezet in die box. Ja. En ik dacht dat ik het weer zou gaan doen. Want zie daar vorig jaar. Ik zie mensen die krijgen, maar ik zie mijn naam niet tevoorschijn komen. U bent een beetje depressief geworden? Ja, depressief, stress. Ik ga naar de PCS. Dus om dit probleem, nog meer om dat van mijn zoon. Het relatie ook aan de kant, dus dat allemaal heeft me gewoon gestuurd naar daar. Dus. Ja, dus ik zit gewoon te kijken waar ik nog meer kan gaan. U bent een einde raad? Dus niet direct, maar ik kijk toch overal waar ik nog kan gaan om hulp te vragen. Misschien is dit nog niet genoeg, maar ik doe het voor mijn kinderen. Ik doe het voor mijn kinderen en ik. En deze situatie is niet goed voor mijn kinderen en ik. En ik ben gewoon weg bang dat Nicolas van trouwen bakken. Maar mijn situatie is, wie weet, dat was Nicky kon gewoon naar beton afding. Of er zijn ook reptielen, toch, kaiman, zoveel dingen hier. Ja, ik ben gewoon weg bang. Er zijn wormen ook in dat water, wormen zo op dat water. En, ik ben gewoon weg bang. Hierbij vraag ik de gemeenschap hulp. Ik weet dat de gemeenschap mijn situatie ziet. Ik heb mijn best gedaan, ik heb moeite gemaakt om mijn naam overal te zetten voor hulp. En in deze, ja. Ik heb gewoon hulp nodig. Ik heb gewoon hulp, niets meer, niets anders kan ik zeggen. Alleen hulp kan ik zeggen, dus zo. Ja, alleen dat kan ik zeggen. Ik heb hulp nodig. Het zou goed zijn als ik zelfs een telefoontje morgen zal krijgen van dat... Er is een plek, deze situatie bent. Er is een plek voor een betere... woonomstandigheden, een betere woonomgeving voor in de kinderen dan ik weet, want ik kan zo niet meer. Ja. Want zoals ik zeg, het wordt gewoon steeds erger en erger. De dag wordt het moeilijker en moeilijker. Ja. Ook de oproep aan de vader, we moeten de vader oproepen om naar zijn kroost om te kijken. Je kan die vrouw toch niet in deze situatie laten? Dus eigenlijk... De man die wil faciliteren. Ja, dus... Want hij dus eigenlijk... Hij hoeft niet naar u om te kijken, maar de kinderen heeft. Hij heeft toch kinderen met u verwerkt. Hij moet de kinderen toch verzorgen. Is waar, maar ik bedoel van... If you look at them, dan hoeft dat niet, toch? Begrijpt u wat ik zeg? Ja, dus liever niet. Dus ik zou zeggen, liever niet. Dat doe ik het dan alleen. Want dit is de reden waarom ik het relatie heb beëindigd. Dus. Jesus. Mijn moeder ging wat onder water, kan je me helpen?